Hey ho en welkom kijkers van mijn kanaal. Vandaag zijn wij in Duitsland, ja! Ik heb een nieuwe boerderij gekocht. Het is ook een nieuw begin. Ik werkte eerst natuurlijk bij de dekenmarkt. Ja, heel zielig. Maar ik had nou geld om iets leuks te doen. Ja, dat ben ik nu precies aan het doen. Ik heb mijn moeder aangekomen. En trouwens, ik weet het niet zeker. Maar als het goed is, als het goed is. Dit is trouwens mijn auto. Dat is mijn autootje. Maar als ik het goed heb, is dit ons veld. De gerst is aan het groeien. Dan kunnen we gelijk gaan oogsten. Over een paar dagen. Kijk eens. Goed heb, moet ik deze weg hebben. Nee, hier zijn allemaal nog huizen trouwens. Hier is ook een weggetje, want hierachter zit volgens mij de boerderij. Dan. Maar ik zie hier een grote schuur staan. Dus ja, volgens mij is dit hem hoor. Volgens mij is dit hem. Want dit moet hem wel zijn. Ja, dit is hem. Lijkt precies op de foto's. Wat prachtig. Dit is mijn huis. Oké. Ik vind mijn auto in ieder geval mooi. Dit is mijn huis. Sleutels en alles heb ik al gekregen van alles. Eens kijken hoor. Ja, dit is die van het huis. Oké. Dus de keuken. Een stoeletje. Wat ligt er dan? Waar gaat deze deur naar? Oh, ik heb ook een garage. Laat ik gelijk de auto er binnen zitten. Wat een langzame deur. Het gamegeluid staat echt zacht. Oké. Ik vind dat auto hier geweldig. En ik wil ook wel eens boven zien. Kijk, boven. Van de bovenrieving heb ik nog geen foto van. Hier kan je lekker zitten. Ik had hier gebruikt ook een ringlight. Dat is voor mij een beetje een kantoortje, games. Voor mij heeft hij een gamer gewoond. En dan moet hij in de slaapkamer zijn. Ik heb hier een badkamer. Oh, moet ik even iets van een douche of zo laten bouwen. En ik slaap op een bank. Ik ben niet heel erg tevreden over dit huis hoor. Ook de grootte van het huis eigenlijk niet. Maar gewoon een iets groter huisje. Maar joh, we kunnen altijd misschien een huurtas bouwen. Maar zoveel geld heb ik ook niet. En laten we eens gaan kijken over de boerderij. Hé, dat ziet eruit als een boerderij. Het staat hier al.
speeltuin voor kinderen of zo. Het zou een speeltuin voor kinderen geweest zijn. Je ziet een grote deur. Kijk, ja, hier heb ik dus wat op. Volgens mij is het een grote schaapschuur. Er lopen nog geen dieren. Oké. Okay. Waar ben ik nou over bij? Wat is dit, een mega silo? Dit zijn gewoon vier van die silo's, joh. Dat is leuk. Hier nog een vijf deurs. Ding. Hier nog vier keulsilo's. Het is wel een beetje een kale boerderij. Maar niet uit. Hier staat niks, denk ik. Hier staat ook niks. Jawel! Zie je dat? Maar dat zijn de slijmachine en de keulsilo's. Waar staan dan de trekkers en de cultivators en alles? Trekkers. Er staan twee trekkers. Dat is het. Oh, ik zie hier niet meer. Hier staat BB. Zo, hier binnen staat in ieder geval de compa. Oh, en de trekkers. Dus dit, een New Holland T520. Fiat Centenario. En een Zetor Kristal. Ik heb nog nooit een Zetor gereden. Dus dat is een keer. Zo. Ik zie het gelijk op de map, hè. Hoeveel velden heb ik? Hé, hey, dat is dat kleine miniveld waar we net nog waren. Die maakt het niet uit. Het is een goed beginveld. Ik zie hierboven. Wacht, dan moet ik even deze pakken. Hierboven zie ik veld 20. Ik heb geen idee wat erop staat. Doet hij ineens raar. Maar ik heel raar. Zeg, filmt hij wel? Ja, even. Nee, dit vind ik heel raar. Nou, oké. Okay. Maar is veld 20 niet wat? Daar, veld 20 daarboven. Ja, daar in het midden van de map. Moeten we wel een eentje rijden, hoor. Maar, gaan we daar nou een probleem van maken? Nee, denk. Hoe snel rijdt onze combo? Soms heb ik daar de sleutel ook van. Ja. Staat er maar 25. Ik wil even de motor starten. Laat het zakken. En dan nog even iets aanzetten. Moet ik hem eerst uitvouwen. Oh nee, moet hij niet ding klappen. Moet hij aangaan. Nee, oké, okay, anders doet het wel. En deze New Holland Teva. Oh, Teva. Is niet meer een Fiat trekker. Er staat overal Fiat in. 100 Fiat Centration trekker. 43. Oh, we starten dit ding. Oh, ja. Prima geluid. Kan wel even een klein stukje voor rijden. Ja, dat is wel goed.
in de zee door. Maar deze man zit hier gewoon. Die rijdt 41. Dus je bent even hard. Maar het is ook wel prima, lekker een beetje. Op zich wel. Het gaat ineens regelen. Veld 20 staat volgens mij wel te koop. Dus ik kan even de auto pakken en naar de VN rijden. We gaan wel gelijk op zoek. Ja. Zal ik eerst eens kijken hoeveel dat kost? Kan ik volgens mij hier via deze app zien. Kost 8000 euro. Maar dat kunnen we wel betalen. Oké, we gaan nu rennen naar de auto. En naar het huis. Zo. Zo, hier hebben we de auto. Een klein garage op in dit. Maar joh, wat maakt dat toch ook uit? Gaat ineens een alarm af. Ik zeg, oh, wat? Maar dan stopt het ineens. Ik rijd weg en hij stopt. Oké, ik vind het vrij vreemd. Heb je al die regen? Doet hij het weer? Help! Maar nou stopt het er niet weer. Ik vind het heel raar. Die motor is... Nou, ik vind het heel raar. Oh. Zou dat ik die water kan pakken? Hoe kan ik die water pakken? Kijk, ik kan er weer eens klappen. Oké, die stoelen achterin kunnen heel makkelijk weer ingeklapt. Dan ben ik niet zeker, zijn die deuren ook open? Zijn die deuren? Dan heb ik liever dat... Die stoelen maar allemaal zo... Ik rij nog de verkeerde kant. Wat heb ik vandaag? Ik heb een hele mooie nieuwe boerderij. Alles gaat gelijk mis. Gewoon mensen in de. Dat is hoe lekker zeg, dan ben je. Fijn dat je het helemaal hebt. Maar dit weggetje. Ja, wat ben ik nou? Ben ik, ja, dit weggetje moet ik dan hebben.
van het veld. En zo heel ver rijden is het dan ook nog niet. Wel regelmatig er niet uit. Dan moet hij in ieder geval wel gecultiveerd worden, want er staat suikerbiet op. Maar ja, ik weet niet wat, ja. Ik zeg kopen. Ver te kijken. Zijn er bij de boerderij in de buurt niet nog velden? Die ik even kopen kan. Oh. Ik ga eens gaan kijken. Ik denk dat veld 20 gewoon een leuk idee is. Ik denk het wel. Dus dan, ja. Kopen. Zo. Wat ook een beetje mijn doel van deze serie is. Van deze serie, ja, ik zei het heel goed. Deze serie is ook een beetje gewoon een beetje lekker farmer. Want in No Man's Land en zo een beetje, doe ik het een beetje met realistische dingen en zo. Natuurlijk ook leuk. Maar ik denk eigenlijk dat ik ook. Ik ben weer boos. Ik ben weer beelden van de No Man's Land. Op dit moment. Sorry, Drentse vaart natuurlijk. Ben ik weer dingen kwijt. Beelden. Ik denk misschien is het ook wel weer leuk om een keer een Duitse map te spelen. Want we hebben nu op dit YouTube kanaal natuurlijk een Amerikaanse map, wel met Land. Een Nederlandse map. Dat is waar. Ja, dat zijn eigenlijk de twee enigste mappen. Dus ik denk. We kennen ook wel eventjes naar een Duitse map of zoiets. Lijkt me wel lachen. We hebben natuurlijk No Man's Land, super leuk en alles. En we hebben ook super veel afleveringen en zo in gemaakt. Maar de eerste twee farming video's die ik op YouTube kan afstaan, die waren ook in de Drentse Vaart. Wat is dit? Losbergen Herenmolen. Nou, ik vind het raar dat dat in het Nederlands staat. En ik ben ook weer voorbij, ik moet eruit gaan. Maar het is misschien ook wel even leuk. Kijk, we gaan eens even bij de dealer bezoeken. Want de dealer die is volgens mij daar bij die grote paal. Dacht ik hoor. En ik rij weer op de andere weg. Er staan er allemaal spullen ook. Wat staat er allemaal weer buiten? In een brandweerwagen of zo. Mulenkrijt. Oh. Wat is dat hier? Mulenkrijt landmachine. Oh ja, dit dorp werd volgens mij Mulenkrijt, dacht ik ook. Brandweerwagen. Zo'n sneeuwschuifding. En twee verrijkertjes. Verrijkertjes, voorraden dingetjes. Oké. Wat sta ik slecht geparkeerd? Oh. Volgens mij dus schuur en alles.
wel daar. Of hierboven. Ja, ik denk op de balie dat hij daar is. Ah joh. Ik heb er nu niks te zoeken. Maar ik denk dat ik de zeetoren even opgaan hoor. De zeetoren. Ik heb nog nooit zeetoren gereden. En de zeetoren is volgens mij ook de sterkste trekker van de twee. In de trein. Dus dan kan ik gelijk even de cultivator aankomen. En dan rijd ik naar 220. Oh, klassiek. Natuurlijk wel uitkijken voor die mooie Toyota Aygo. Oh, ik moet remmen. Ja, rijden ik. Ja, ik moet zeggen. Ja, gek! Wat denk jij dan niet, Joy? Dat die vecht of zo? Oh, ik heb niet zoveel in vecht. Zo sterk ben ik niet, dat weet ik niet. Ja, ik heb. Ja. Oude huis had ik natuurlijk wel. PlayStation staan. Die heb ik niet zien zijn in het nieuwe huis. Heb je eens tv gezien? Wat ik goed heb, is links van ons, als we nu met het stukje doorrijden, achter het veld, is een weggetje naar de BGA, waar het biogas. Kijk, er stond hier iets op het bord. Biogasanlage. Ja, biogasanlage. Maar dat betekent de biogas in het Duits. Maar alles gaat hij natuurlijk aangeven in het Duits. Dat is ook wel weer leuk. Moet natuurlijk ook wel Duits leren. En kijk, daar is de biogas. En ik zat weer op de map te kijken. Maar het is goed gegaan. Kijk, hoe zwaar wegen we met dit autootje? 1638.9. Ik vind het mooi. Door. Ik heb deze map natuurlijk ook al gespeeld van F90. De map heet Mule Landscape Midland. Hij staat in de modder. Oh. Je kan hem gewoon in de modder vinden als je een leuke map vindt. Ik heb in F90 ook al gespeeld. En ik vond de map in F90 ook. Ja. Mooier, maar ja, natuurlijk, nu is hij mooier omdat de graphics en zo ook beter zijn. Maar qua hoe de map er zo eruit ziet en de gebouwd is, vond ik die van F19 wel mooi. Maar No Man's Land is vergeleken met 2019 vrij weinig veranderd. Eigenlijk helemaal niks. Ja, alleen de. Ja, bij de duur nog wel een klein beetje, maar verder. Maar ja. Om het land blijft wel nog steeds een mooie map vinden. Maar jongens, we gaan gewoon verder met lange muziek. En dat is natuurlijk de zetel halen met een cultivatortje. Oh, dit is slecht voor de lak.
Ja, dit is beter. Maar nog steeds niet, joh. Maar voor mij mag je leuk duiken. Ik ga rennen naar die zee, hoor. Daar, wat zie ik daar? Ik nou, ik ga eerst even die zee op. Maak die roldeur toch een groot. Kijk, sta ik buiten? Ja, ik sta buiten. Wat is dit? Een kippen. Want dan staan ze wel buiten. Wat staat er dus voor je scheef? Ja. Kippen kopen. Gewoon helemaal geen trailer voor die komboi. Maar ja, dat doe ik. Kom ik vast wel een keer tegen. Naarmate ik op deze bedrijf leef. Deze deur stond volgens mij. Achter deze deur stond volgens mij. Kunt u wachten. Ga nou eens. Godverdomme. Ga open. En je gaat maar open, hoor. Je gaat maar open, hoor. Ja, auto. Dan zet ik dat ding weer uit. Dan krijg je stukjes. Jongens, produce paprika schillen. Vanavond een nieuwe remix. Zo, heb ik nog tijd voor. 9 uur zei hij. Ik zal elkaar over het buiten schrijven. Weer een happy, een kruisje met een man. Ja, er is nu niemand op de boerderij, dus doe deze deur wel dicht. Doe je boerderij tot straks. Sipping in the dew, sipping in the fall of you. Thank you.
zo ver rijden is het niet hoor. Alleen met die combine kan het ook nog eens weten. Die combine was 25. Naar mij uit. Heb ik front hydraulic? Oh, ik ben aan het zitten. Had ik die machine nog gaan. En trouwens, ik wil ook gewoon de New Holland hierheen rijden en dan kan ik lijken op dus, in deze serie vind ik het geen realistische vulling. Ik vind dat ik wel gewoon van voertuig naar voertuig moet springen. Ik vind van wel. Ik vind na te denken. We hebben tijd om een video van de uur te maken. Video die nu een half uur. Het is zo laat bij. Het is een leuk seizoen. Ik moet nou ophouden met die telefoon. Helemaal niet belangrijk. Ja, het ken ja. Ik vind het voor mezelf wel een klein beetje belangrijk. Beste vriend die heeft weer een remix gemaakt. Zo, nou. We gaan het zien. Het is trouwens genut dat ik nu in de video zeg van vanavond om 9 uur. Maar ik weet niet, misschien gewoon ik hem over een paar uur. Als even snel gaan editen. Misschien staat hij nog wel voor 9 euro online. Ik heb letterlijk maar geen idee. Dat zet het trouwens ook voor ons. Ja, sorry. Het zou toch wat zijn, kijk je naar buiten. Er komt maar een dikke trekker die achteraan. Dat wil je voortaan. Wat krijgen we nou weer? Past dit niet ofzo? Wil je dit niet? Maar dan weet ik alvast, ik pak met die zwijmachine nooit meer de zin. Godsammetjes. No. Ik reed door die paal heen. Dit veld kan wel gewoon zo. Ho. Maar hoor, want ik ram het kapot. Ik ram het hele zootje te barsten. Helemaal, volledig, alles. Echt. Je luistert maar hoor. Godverdomme. Kut, zou je misschien ook altijd. Luister. Ik ga heel slecht met die controle op het moment, maar dat maakt me geen fucking drol uit. Nou, nu is er een ding. Nou, dan gaan we de auto maar erbij halen. Oeh, hier is niks meer bij. Die is gelukkig wel. Oh, wat is je weer vrij? Oh, joh. Ik ben er heel goed klaar mee. En die waren maar van net wat verder. Alles buiten die overheerlijke zwarte. Zone 30. Ik mag hier 30 rijden. Maar ik vind dat ik hier wel hard mag rijden. Dan staat er nog een bus hier in de weg op. Dat
Dat kut verkeerde wel. Sorry hoor, maar dat geld, maar ik kan niet zo boos worden. Ja, echt sorry, maar ik kan niet zo verschrikkelijk boos worden. Echt, hé. Appakee. Nou. Fucking bende, ook gewoon, hè? Ik kan niet zo lekker tegen. Nou, doe het maar hoor. Kut, zijn machine. Ik ben er volledig goed aan mee. Nou, die video van een uur wordt niks. Ik ben er nou alweer klaar mee. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie er nog even van genoten. Als dat zo is. We hebben het blauw duimpje omhoog. Abonneer op een YouTube-kanaal, Troepelgames. En dan, ja. Hey, jongens. De groeten. Doei. 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 Doei.